Wat is GroenLinks eigenlijk voor partij? De partij staat bekend om haar groene imago en de jonge aanhang. Er worden meetups georganiseerd, de partij doet het goed op social media en de jongerenbeweging heeft 5000 leden. Maar veel jonge kiezers kennen het verleden van GroenLinks niet echt. De partij is er de laatste jaren goed in geslaagd om haar zwarte verleden weg te poetsen met een goed lopende marketingmachine. De congressen zijn applausmachines waar delinquenten als Rozemuller worden witgewassen. Want wist je dat deze partij diepe wortels heeft in het communisme en marxisme? Zo onschuldig en sympathiek als de naam klinkt, zo donker zijn de sleutelfiguren en het verleden van GroenLinks. Het is belangrijk dat ook jongeren weten waar GroenLinks vandaan komt. We proberen de koppeling te maken tussen de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw naar de jaren 20 van nu. Dat is niet zonder reden. De generatie van toen staat nu achter de schermen om Jesse Klaver heen. Maak kennis met de ware aard van GroenLinks. GroenLinks is een fusiepartij die ontstaan is door het samengaan van 4 kleine splinterpartijen, waarvan de PSP en de Communistische Partij de grootste waren. De PSP, waar Geert Mak werkte als fractiemedewerker, had legalisering van pedofilie al in het partijprogramma staan. Deze bonte verzameling van extreemlinkse stromingen heeft ervoor gezorgd dat er vanaf het begin al veel extremisten rondliepen bij GroenLinks. Paul Rozemuller is zo'n extremist. Dit is voor de jonge kiezer wellicht een onbekende naam, maar hij behoort tot de elite van GroenLinks. Rozemuller was partijleider en is op dit moment fractievoorzitter in de Eerste Kamer. En hij is voorzitter van de VO-raad, het overkoepelende orgaan van alle middelbare scholen. Hoewel Rozemuller uit een steenrijke familie komt, was hij lid van de groep Marxisten-Leninisten. Een linksradicale groepering die stond voor een gewapende revolutie. Deze groep had warme banden met het communistische regime van Pol Pot, die op dat moment genocide pleegde in Cambodja. Rozemuller kreeg een bedankbrief van het regime van Pol Pot voor zijn solidariteit en steun. Toen hij in 2004 werd gevraagd naar deze periode, zei hij: "Spijt is niet het begrip dat bij mij bovenkomt." Het militante van Rozemuller zien we in die jaren terug in zijn felheid jegens Pim Fortuyn. Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts. Het klimaat dat mede dankzij Rozemuller werd geschapen, resulteerde in de moord op Pim Fortuyn op het Mediapark in 2002. Maar laten we ook eens kijken naar andere figuren die betrokken zijn geweest bij GroenLinks. Sam Pormes nam deel aan guerrilla-trainingen voor Palestijnse terroristen in Zuid-Jemen, zat 7 maanden vast voor de betrokkenheid bij een schietpartij op politieagenten, zat tot 2006 voor GroenLinks in de Eerste Kamer, werd gerooieerd, maar dit werd later weer teruggedraaid alsof er niets gebeurd was. Kees van Dijk werd veroordeeld voor ontucht, kinderporno en verkrachting van minderjarigen. Zat tot 2011 in het bestuur van GroenLinks in Haarlem. Jorrit Nuyens werd veroordeeld wegens drugsbezit en verstoring van de openbare orde. Was tot 2019 wethouder voor GroenLinks. Tara Singh Farma verduisterde in 1985 11.000 euro van de Granada Stichting, vertrok in 2001 uit de Tweede Kamer omdat ze terminaal zou zijn. Het tv-programma Opgelicht ontdekte dat het gelogen was. Ze bracht verschillende stichtingen in de problemen door toezeggingen te doen over grote sommen geld die vervolgens nooit kwamen. Ze zat tot 2001 in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Herman Meijer zat in het partijbestuur van de Communistische Partij, de voorganger van GroenLinks, is groot voorstander en voorvechter van pedofilie en het legaliseren van pedoseks, was partijvoorzitter van GroenLinks en wethouder in Rotterdam tot 2006. Jack Bogers. Jack Bogers was ten tijde van de moord op Pim Fortuyn local burgemeester voor GroenLinks Wageningen. Hij werd telefonisch geïnformeerd door de burgemeester omdat de dader Volkert van der Graaf bekend was in het Wageningse actiemilieu. Bogers was als GroenLinks-wethouder zeer bekend in extreem-linkse kringen. Direct daarna belde Bogers zijn vriend Sjoerd van der Wouw, voorzitter van Milieuoffensief, om deze te tippen over de betrokkenheid van Van der Graaf bij de moord op Pim Fortuyn. Er is een Volkert opgepakt. Als dat jouw Volkert is, kun je verwachten dat de politie ook belangstelling heeft in jouw verhaal. Jack Bogers werd veroordeeld voor het schenden van zijn geheimhoudingsplicht. Farah Karimi was intensief betrokken bij de Mujahideen Kalk, een marxistische islamitische organisatie. En mocht het dan met andere middelen niet kunnen,
mag je, kan je legitiem met geweld strijden. Dus dat is mijn achtergrond. Als directeur van Oxfam Novib was ze op de hoogte van de seksfeesten op Haiti georganiseerd door medewerkers van Oxfam. Ze deed daar niks mee. Ze zit op dit moment voor GroenLinks in de Eerste Kamer. Wijnand Duivendak. Wijnand was een van de leiders van de Vondelrellen in de jaren 80 in Amsterdam. Hij pleegde meerdere inbraken in militaire complexen, werd aangehouden en veroordeeld. Hij kreeg 1,5 maand celstraf voor een van de inbraken. Als redacteur van het activistenblad Bluff publiceerde hij adressen van topambtenaren. Met daarbij de oproep om in te breken. Een van de ambtenaren kreeg daarna brandende lappen door zijn brievenbus heen geduwd. Medewerkers van opsporings- en inlichtingendiensten onthulden in de Telegraaf dat Duivendak een van de kopstukken was van RARA. Een terroristische organisatie die 10 jaar lang bomaanslagen pleegde in Nederland. Duivendak is op dit moment campagneleider van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. En zo komen we weer aan bij Jesse Klaver, de posterboy van GroenLinks. Het is een publiek geheim dat Klaver een beroepspoliticus is, zonder eigen ideeën. Hij is een perfecte reclamezuil om jonge linkse kiezers te trekken. Maar achter de schermen trekken extremisten als Duivendak, Rozemuller en Rutger Grootwassink aan de touwtjes. Dit is misschien wel de beste campagneleider die Nederland ooit gezien heeft. Nog even hier blijven. Je vindt dit ongemakkelijk. Maar jij bent degene geweest die ervoor heeft gezorgd dat alle plannen die we 2 jaar geleden met elkaar bedachten in de praktijk zijn gebracht. Ik ben zo trots en zo blij dat ik met jou heb mogen samenwerken.